Hoi, wat komen jullie tot nu toe zoal tegen? Nou, het is denk ik als eerste belangrijk om te vermelden dat het vooral de dingen zijn die wij in deze woelige tijden niet tegenkomen. De vraag is natuurlijk aan iedereen, blijf vooral binnen. En ik moet zeggen dat wij dat ook merken op straat. Het is erg rustig op straat, de mensen houden zich aan de aanwijzingen en blijven vooral binnen. En de mensen die wij dan tegenkomen op straat, die zijn zich ervan bewust dat het belangrijk is om afstand te houden en houden zich daar ook aan. Natuurlijk zijn er altijd nog mensen die even die extra aansporing nodig hebben. Er blijven groepjes fietsers zijn, er blijven groepjes jongeren waar het lastig voor is om die afstand te bewaren en die elkaar toch blijven opzoeken. Maar meestal in een goed gesprek komen we ook daar wel met de mensen uit dat zij zich ook aan de regels gaan houden die door de staat zijn opgelegd. Welke taken heeft teamhandhaving tijdens de coronacrisis? Nou, als eerste natuurlijk, en dat is meteen de belangrijkste taak die wij zowel tijdens de coronacrisis als ook in het reguliere werk hebben, is een stukje gastheerschap. Dat betekent dat wij zichtbaar aanwezig zijn op straat, vragen beantwoorden van mensen die er zijn en daar optreden waar nodig. In de coronacrisis zijn wij nu vooral bezig met de handhaving van de noodverordening. Dat betekent dat wij controleren of mensen onderling voldoende afstand houden. We controleren of er plekken zijn waar het extreem druk wordt. Denk hierbij aan supermarkten, het stadscentrum, een markt, wandelgebieden in het buitengebied. Daarnaast maken wij dagelijks voor de veiligheidsregio die de lead hebben in de noodverordening een sfeerbeeld. Zodat op basis daarvan besloten kan worden of eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn. We kijken bij de horeca, gedragen de mensen zich die bij de horeca komen voor het afhalen van eten. We gaan kijken bij campings en vakantieparken of daar niet grote mensenmassa's samenkomen. En natuurlijk doen we naast al die coronawerkzaamheden ook onze reguliere taken nog in het kader van de veiligheid en de leefbaarheid van de burger van Valkenburg. Wanneer wordt er overgegaan tot het verstrekken van een boete? En wat kost zo'n boete? Nou, we proberen, net zoals in het normale gebeuren, niet meteen overgaan tot het beboeten. We hebben een voorlichtende taak. Op het moment dat wij overtredingen constateren, dan gaan we met mensen in gesprek en geven daar waar nodig in eerste instantie een waarschuwing. Mochten mensen voor een tweede keer in de fout gaan, dan kunnen wij overgaan tot het uitschrijven van een keuring. Dat betekent voor volwassenen een bekeuring van €390. Voor minderjarigen is die vastgesteld op €95. En voor bedrijven kan dat eventueel nog een stuk hoger uitvallen. Waar kunnen mensen terecht met vragen of zorgen met betrekking tot de maatregelen? Nou, de gemeente is voor alle vragen en opmerkingen bereikbaar. Wij als handhavers zijn dagelijks in dienst tot 11 uur. Normaal gesproken tot 10 uur, maar nu gedurende de coronaperiode tot 11 uur. Mochten mensen vragen of opmerkingen hebben, dan kunnen ze contact opnemen via de reguliere wijze. Telefoonnummer van de gemeente 14043.